allemaal, daar zijn we weer. We zijn weer buiten, net als gisteren. En vandaag neem ik een speciale hoepelvideo voor jullie op. Zoals je ziet zijn ook nog de cijfers die ik gisteren heb gebruikt bij de bootcamp. En die komen vandaag ook van pas. Eerst gaan we lekker hoepelen. Hoe ga je dat doen? Er zijn twee manieren. Twee voetjes uit elkaar. Hoepel altijd tegen je onderrug. En je gaat schudden van rechts naar links. Zo, schudden. Armen doe je wijd, maar goed tegen de hoepel aan. Goed zo. Andere manier is één been voor, één been achter. En dan ga je van voor naar achter bewegen. Een beetje door je knieën zakken. Niet naar beneden kijken, want als je dat doet, valt je hoepel. En dat wil je natuurlijk niet. Dus we gaan lekker schudden. En van voor naar achter. Heel goed. Als je nou denkt van, hé, waar is de muziek nou gebleven? Dat klopt, die heb ik expres even niet gedaan. Want je zit natuurlijk met auteursrechten en doe het maar op. En het zou zonde zijn als een film online is en weer eraf wordt gehaald. Omdat we bepaalde muziekjes niet mogen gebruiken. Dus zodoende hebben we nu even geen muziek. Maar vanavond om 7 uur gaan we live. En dat is wel met muziek. Oké, komt de eerste oefening. Draaien met je hoepel mee. Goed zo. Als je tegenin gaat namelijk, dan valt je hoepel. Dan kan je heel veel verschillende manieren doen. Je kunt gewoon zo draaien. Of als een ballerina, zeg ik altijd. Of als een superman. Misschien kun je wel draaien en met je ene been heel erg hoog de lucht in. Ja, allerlei manieren. Oké. Dan gaan we stappen met je hoepel. Goed zo. En je stapt zo. En dan ga je opzij. En terug. Heel goed. En opzij. En terug. Lekker bezig. Goed. Dan gaan we naar de volgende oefening. Terwijl we aan het stappen zijn, scheppen we de hoepel op omhoog. Dat doe je met je meehand. Je hebt twee handen. Eén gaat met je hoepel mee. De ander gaat er tegenin. Met je meehand pak je hoepel mee. Zo. Langs je buik. Je draait met je hoepel mee. Vandaar je meehand. Strekt hem. En zijwaarts heb je hem beet. Dan ga je door naar de vlag. Kijk, pas op als je dit thuis doet en binnen zou doen. En moet je oppassen voor het plafond. Want anders raak je het plafond en dan krijg je zwarte strepen. En dat vinden de mensen niet zo heel leuk thuis. Dan spring je ervoor. Doorheen. Gooi hem om je heen. En dan ga je weer schudden. Oké. Okay. Dus we hebben schudden. We hebben draaien. We hebben stappen. Opzij. Opzij. Schep hem op met je meehand. Op, omhoog. Zijwaarts. En naar de vlag. En spring er doorheen. Goed. Dan gaan we draaien. We gaan omheen lopen. En dan mag je altijd je eigen variatie op verzinnen. En dan stop je hem zijwaarts op. Tegenovergestelde arm als been. Gaat erin. Eén. Doorheen stappen. En uit. Maakt het spectaculairder. Draai wat sneller. Breng hem uit. En spring. Achterlangs. Voor. Tot slot. Laat hem in je handen vallen. Draai hem altijd in het keltje van je wijsvinger en duim. Als je dit doet, komt hij zo in je gezicht. En dat wil je uiteraard niet. Dus het keltje van je wijsvinger en duim. Gaan draaien. Dan kun je een beetje mee toveren. Van opzij. Dan omhoog. Ook hier weer opletten dat je niet tegen het plafond aankomt. En opzij. Oké? Het allerlaatste is hem achterlangs doorpakken. Ik ga nu van mijn hoepel wegdraaien, maar mijn hand blijft hier. En ik draai weg, draai weg. Dan ga ik laag. Pak je een beet. Andere hand erbij. Draai weer naar mijn hoepel toe. Gooi de hoepel op. En laat hem weer draaien. Zoals je ziet, draait hij één kant op. Hij draait niet daarheen en wegdraaien, want dan wordt het heel lastig. Zie je dat? Dus je moet naar je toe. De hoepel gaat naar je toe. Je draait weg met je lichaam. Hou je arm gestrekt. Pak een beet. Andere hand erin. En draai door. Ga ik even wat sneller doen hoe die eruit hoort te zien. Gaan we. 3 en 2 en 1. Draai. Pak een beet. En draai door. Goed zo. En ook. En dan maak je een buiging. Oké. Heel goed gedaan allemaal. In het begin zei ik al, ik heb de cijfers niet voor niks gedaan staan. Let op. Als je dus wat cijfers met stoepkrijt was dat. Als je de vorige vlog niet hebt gezien. Met de stoepkrijt had ik dat gedaan op de stenen. Kun je jezelf ook uitdagen. Hè? Of misschien iemand anders op de cijfer 2. En dan loop je naar 2. Dan moet je 2 keer springen. Armen in de lucht houden. Anders komt tegen je elleboog aan. Dus 1. 1. En 2. En dan kun je naar 5. Dan loop je weer naar 5. Misschien kun je wel 5 keer kicken. Ga je schuin staan. Kik je. En terug. Niet te hoog, want dan kom je tegen je hoepel aan. Arm gaat de andere kant op. Dan gaan we dat 5 keer doen als afsluiting. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Laatste. 5.
een mooie draai erbij. En je stop je hoepel aan de buitenkant. Dankjewel weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vanavond om 7 uur gaan we echt live op Facebook en Instagram. En dan gaan we lekker met de muziek nog een beetje swingen. Nou, hopelijk zie ik jullie daar. Tot hoeps en tot de volgende keer. Doei doei!